Laten we toch even teruggaan naar het begin. Eigenlijk begint het bij jouw geboortedorp. Ja. Mag ik je vragen om een heel klein stukje voor te lezen? Ja, doe ik. Ja, dit stukje. Ja. De kustlijn van Iggesassen is grillig. De strandjes zijn omringd door pokdalige inhammen en spelonken. Ik ken het gebied goed. Hier zwom ik als jochie en hier rustte ik uit op het strand. In de inhammen kun je je uitstekend verbergen. Ik heb het ook vaak gedaan op de vlucht voor mijn neven die mijn kopje onder wilde duwen. Soms legde een visser hier zijn bootje te rusten. Tot in de 19e eeuw was het ook het jachtgebied van de Rivijnse piraten. Ja, geweldig. Ja, dat is echt zo. Dus ik kwam erachter in 2015. Ik was toen op reis door dat gebied. En ik keek uit over mijn dorp. Dat is nu, allemaal... Iedereen is er weggetrokken. Er is niks van over. Maar dat ligt echt aan de Middellandse Zee. Deel van een schiereiland. En toen vertelde een lokale jongen mij, Ahmed, dat daar vroeger piraten waren. En die waren daar, en vroeger is dan voor zijn begrip nog geen 100 jaar geleden. Precies. En hij vertelde me hoe die jongens dan Europese schepen in een hinderlaag lokten. Op een lamshoorn, bij mistig weer, bliezen ze op een lamshoorn. En dan dachten die boot, oh, ze hebben nu de Europese haven bereikt, Melilla. Een paar kilometer verder. En dan gingen ze, kwamen ze richting kust. En dan werden ze overmeesterd door die vissersjongens. Ja, die dan plotseling piraat waren. Ja, precies. En het kan niet anders dan dat een deel van mijn voorouders daarbij betrokken zijn geweest. Ja, je hebt piratenbloed. Ik ga wel vertellen aan de kijkers even. Want we hebben een nieuw apparaat gekocht hier bij de Universiteitsbibliotheek. Dat heet een visualizer. Ja. En daarmee kunnen we objecten presenteren aan het publiek. Heel mooi apparaat. En we gaan het vandaag voor het eerst gebruiken. Mag ik je uitnodigen om het eerste object te gaan bekijken? Ja, met Martijn Storm. Ja. Nou. Dit is eigenlijk de mooiste kaart van het hele Middellandse zeegebied uit de 17e eeuw. Strekt uit helemaal hier van de Atlantische kust, hier van Portugal en hier Marokko, tot helemaal in het oosten de Zwarte Zee en de Levant. En de kaart is oorspronkelijk gemaakt voor een zeeatlas. In 1693. Die atlas die staat eigenlijk bekend als de duurste zeeatlas die ooit in Amsterdam uitgegeven is. De Neptune François van Pieter Mortier. En dat was een hele grote atlas op olifantsformaat. Maar deze kaart was daar eigenlijk nog te groot voor. Dus die zit daar nog als een soort uitvouwblad in. Nou, je ziet, het is een prachtig. Maar werd die dan ook meegenomen op de schepen? Nee. Of? Nee. Dit is echt meer een pronkstuk dan een kaart voor praktisch doeleinden. Dus dit was voor de rijke kooplieden om in de kast te zetten. Ja. En hij is ook wel als losse kaart verkocht. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat die bij menig koopman aan de grachtengordel, aan de muur hing. Ja. Kaart is geëtst door Romein de Hoge. Dat was echt de top etser uit de late 17e eeuw. En je ziet ook de rijke decoraties op deze kaart. Dus het is niet alleen de kaart van het Middellandse zeegebied, maar ook nog allemaal die inzetjes daar rondomheen. En dat zijn eigenlijk de 38 belangrijkste havensteden van het hele Middellandse zeegebied. Ja. We kunnen daar even op inzoomen op Marokko en Algerije. Op de visualizer zien we dat al. En we kunnen nog wat verder inzoomen. Ja. Dan zien we hier nog net de kust van Andalusië en Granada. Ja. Hier Marokko met Salé. Ja. En helemaal rechts zien we hier Algiers. Ja. Ja. En dan daar bij de zee van Alboran is het schiereiland met de Cap de Trois Fours, de Kaap van de Drie Vorken. En daar ben ik geboren. En toen jij mij deze kaart presenteerde, viel mijn mond werkelijk open van verbazing. Omdat hij zo ongelooflijk gedetailleerd is. En niet alleen geeft hij aan waar ik geboren ben, de Kaap. Maar hij geeft ook Kazaza aan. En Kazaza was tot aan de vernietiging ervan door de Spanjaarden in 1515 een van de belangrijkste havensteden in de handel tussen de Sahara, Afrika en Islamitisch Andalusië. En vlakbij Kazaza ben ik geboren. En naar alle waarschijnlijkheid is mijn dorp, Iggesassen, is eigenlijk een verbastering van die havenstad Kazaza. En ik vond het zo, het was dan hier in de bibliotheek, het was alsof ik toch even wat dichter kwam bij mijn oorsprong. Maar het was ook verrassend, want ik had niet gedacht dat die naam überhaupt onderdeel kon zijn van een kaart. Ja, dat is maar hij was dus belangrijk. Ja, dat is op zich dus wel bijzonder, omdat begin 16e eeuw eigenlijk die stad al verwoest is, maar op kaarten, dus eind 17e eeuw, wordt nog steeds vermeld. Dat is wel opmerkelijk. Zeer opmerkelijk, ja.
Ja, nou ja, hier in Salé is natuurlijk, heel belangrijk voor Jan Janszoon, want daar eindigt hij uiteindelijk. En hij wordt dan baas van het soepie daar. En trekt van daaruit over de, over de Atlantische Zee tot aan Ierland en IJsland op zijn strooptochten. Ik vind het echt een verbijsterd mooie kaart. Ja. Ja, hier zien we ook nog een inzetje van Salé. Precies, hier is het, ja. Ja, hier de citadel. Kunnen we een beetje inzoomen? Ja, moet ik nog iets uitzoomen. Ja, of uitzoomen. Ja, ja. Citadel. Ja. En dan de riviermonding, Abu Rekrek. En ja, prachtig. Ja. Mooi. Dankjewel, Martijn. Graag gedaan. Ja. Ja, het is allemaal te kort, hè, om dit. Maar het is zo mooi in beeld gebracht. Ja, maar je mag nog een keer terugkomen. Zeker, ja.